Hartelijk welkom in Den Haag. Mijn naam is Jeroen van Dommelen. Ik ben conservator van de namiddeleeuwse en moderne handschriften. En ik mag dit congres aftrappen. Constantijn Huygens. Het is heel gepast dat dit congres in Den Haag plaatsvindt, in de KB plaatsvindt. De KB vanwege de grote collectie van Huygens die wij in ons bezit hebben. En Den Haag natuurlijk ook, omdat Den Haag de stad is waar Huygens is geboren, waar Huygens is gestorven en waar Huygens een groot deel van zijn carrière heeft meegemaakt. Moet ik Huygens introduceren? Daar zat ik een beetje mee toen ik deze presentatie begon. Want jullie weten eigenlijk allemaal al wie Huygens is. Huygens heeft een enorme carrière gemaakt. Hij heeft bijna 100 jaar geleefd, bijna de hele 17e eeuw lang. Als een van de weinigen heeft hij dus de opkomst en de teleurgang van de Nederlandse Republiek meegemaakt. Geboren nog in de 16e eeuw, rechten gestudeerd in Leiden, daarna diplomatische missies naar Italië, Engeland, later Frankrijk. Dienaar van Oranje, stadhouders gediend als secretaris, bij de Nassause Domeinraad gezeten. Enorm belangrijk geweest voor die stadhouders. Maar daarnaast was hij ook schrijver van Nederlandse en Latijnse poëzie, van toneel. Huygens was een beetje een alleskunner. En hij had ook een enorm groot netwerk van vrienden en van kennissen, collega's in alle soorten kringen, waardoor hij juist zo'n groot, ja, waar je hem altijd kunt plaatsen in elk soort onderzoek in de 17e eeuw. Als we dan zijn, als hij sterft, wordt er een boekje uitgegeven over Huygens als een soort ode aan Huygens zijn leven. En daar zie je eigenlijk al dat die twee dingen zijn dichtkunst en zijn vaderlandsgetrouwe dienst aan de stadhouders, dat die centraal zijn. In dit gedicht, geschreven door Sylvius, dat is een nom de plume van Lambrecht van Bos, wordt het ook centraal gezet. De tijd knipt Huygens leven af, de feniks zinkt vanzelf in het graf, zulk stuigt zijn faam en letterschat met ene goddelijke straal van licht. In vielderhander taal, hij spreekt vele talen. Hij kon niet alleen Nederlands of Latijn, maar ook Italiaans, Engels, Frans. En elk die wijze woorden proeft, hetgeen onze of niemand lof ben hoeft. Vier prinsen van Manstong bekoord, scherp luisterden naar ridderswoord. De prinsen luisteren naar zijn raadgevingen. Dat dal der schrandersten verstomt, al was ten drijfvoet uitgebromd. Nu treurt Parnas en Helicon, nu droogt al oude hengstebron. Zijn missen van haar glans beroofd, in hem van Vondel, Baarle en Hooft. De grote dichters die al hem voor waren gegaan in het graf. Men gunt voor het alderlaatst alleen, voor lijknaald op een marmersteen, dat onze Flaccus, Juvenaal en Maro met dit grafschriftpraal, drie grote dichters uit de Romeinse tijd, die als voorbeeld dienen voor die Nederlandse dichters die ook te graven zijn gedragen. Al hier leidt Constantijn te neer, wis Huygens uit en schrijft Homer. Huygens is de Nederlandse Homer, Homerus, de grootste Griekse schrijver en dichter. Huygens is befaamd voor zijn dichtkunst, zijn wijsheid, zijn dienst aan het vaderland. Maar Huygens was meer dan dat, zelfs meer dan wat ze hier zeggen. Huygens was een homo universali, een renaissance man. Hij was diplomaat en ambtenaar. Hij was polyglot, hij kende zijn talen. Hij was ook dichter, schrijver. Maar hij kende ook kunstenaars. Vond het heel belangrijk dat mensen wisten dat hij Rembrandt had ontdekt. Dat hij Rubens kende. Dat hij De Gein of Holtzjes kende. Hij was ook muzikant. Schreef zelf muziek. Maakte graag muziek. En hij was ook wetenschapper. Had contacten met Descartes, met de grootste wetenschapper eigenlijk uit de 17e eeuw.
zou je kunnen zeggen. Zijn zoon was misschien wel de grootste wetenschapper in de 17e eeuw. Huygens is een alleskunner. Twee dagen geleden was hier een congresje over Fagel. En toen zei de moderator, ja, van Fagel kun je wel een Netflix-serie maken. En ik denk dan, van Huygens kun je een Netflix-serie maken. Ik denk, 3 seizoenen, begin, dan het middenseizoen, sterreloos zie ik het dan zo, zonder stadshouder, zonder vrouw. En dan als laatste de glorie van zijn zoon. Maar goed, geen Netflix-serie, we gaan hier een congres beginnen. En dan wil ik toch eventjes teruggaan naar hoe heeft de KB, wat is de rol van de KB in de nalatenschap van Huygens zijn schriftelijke erfenis. Huygens sterft en al snel wordt zijn bibliotheek verkocht en een deel wordt opgenomen in de bibliotheek van zijn zoon. Die wordt later ook verkocht, dus daar zijn we soms nog op zoek naar de verschillende boeken die Huygens allemaal had. Maar zijn handschriften blijven in de familie. Eerst naar zijn zoons en later zijn kleinzoon, Constantijn Lodewijkszoon Huygens, die ook met die handschriften in de weer gaat. Hij gaat ze inbinden, hij gaat titelpagina's maken. Hij schrijft Latijnse brieven over. Hij wil echt de nalatenschap van zijn grootvader in ere houden. Als hij doodgaat, krijgt Suzanne Louise Huygens de erfenis, maar zij gaat kinderloos ook dood. En daardoor wordt die schriftelijke nalatenschap van brieven en gedichten, van handschriften, die moet verkocht worden. En die gaat ook verkocht worden in 1823. En op dat moment grijpt koning Willem I in en besluit de hele schriftelijke nalatenschap te kopen voor Nederlands erfgoed. En hij besluit het aan verschillende instellingen te geven. Onder andere het Rijksarchief, op dat moment nog. En dat wordt later gaat terug naar de Koninklijke Verzamelingen. Naar Leiden, vooral de briefwisselingen van Christian Huygens. En ook naar het Nederlands Instituut, wat wij nu noemen de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. En die academie krijgt de persoonlijke correspondentie van Huygens en zijn literaire erfenis. Denk aan ontwerpen van gedichten, de autobiografie die hij heeft geschreven, die van eigenlijk het middenpunt van zijn leven, als hij 30 is, en die van, of 31 is, en die van zijn latere leven, als hij oud is en eigenlijk zijn kinderen een boodschap wilt meegeven. Zijn reisverhalen, zijn dagboeken, dat is die collectie. En uiteindelijk besluit de Koninklijke Nederlandse Academie om ook die collectie in permanente bruikleen aan de KB te geven. En dus hebben wij een van de eerste geschriften van Huygens. Het is een schoolschrift van Huygens uit 1604, waar hij Latijnse oefeningen maakt en heel veel kribbels maakt. Maar ook zijn laatste brieven, dus bijvoorbeeld een brief van Huygens aan Duarte, geschreven in 1687, waar hij ook wat klaagt over de jicht die hij heeft, dat er allemaal niet meer makkelijk gaat. Dit is de autobiografie van Huygens, die hij schreef voor zijn kinderen. En hier komen zijn brieven heel duidelijk naar voren, als wat wil hij eigenlijk dat hij met zijn brieven wordt gedaan en wat is de betekenis van die brieven. Het is natuurlijk mooi geschreven. Ik heb er gebruik gemaakt van Frans Broms vertaling om jullie wat meer context te geven. Hij schrijft hierover dat een tweede reeks van vrienden zou in vele verzen de revue moeten passeren, want zij waren even talrijk als de sterren aan het firmament van een zegerijk vaderland. Personen die schitterden in geleerdheid op het slagveld, in religie of de schone kunsten. Wie ze allemaal waren die geregeld bij mij op bezoek kwamen en waarover dan gesproken werd, zal af te lezen zijn aan de reusachtige stapel papieren, door hen zelf geschreven, blijken van warme genegenheid. Met daartussen ook van mijn hand talrijke bewijzen van toewijding aan deze vriendschapsplicht. Tussen mijn boekenkasten, nakomelingen, zullen jullie een kabinet zien uitpuilen van brieven. En mocht één van jullie ooit denken ze in druk te gaan verspreiden, dan ben ik daar zeker niet tegen. Moedig het juist aan in de vaste overtuiging dat het vaderland zelf
de verzameling op prijs zal stellen. Nou, een volle zaal zie ik als een duidelijk signaal dat het vaderland het op prijs stelt. En ja, die firmament, die sterren aan het firmament, daar gaat het congres juist over. Wie waren eigenlijk al die sterren aan het firmament van het vaderland die Huygens in zijn netwerk had? En daarvoor wil ik graag één van de sterren op het podium bieden, namelijk Lieke van Deinzen. En Lieke is hier om gastvrouw te spelen. Ze werkt zelf aan de KU Leuven nog steeds als onderzoeker. En houdt zich ook vooral bezig met het Nederlands kanon en ook de rol van de vrouw daartussen. Dus Lieke, ik geef jou graag het woord. Dankjewel, Jeroen. Ik ga het heel kort houden. Het gaat hier niet om deze ster, maar natuurlijk om deze grote ster. Het gaat hier natuurlijk ook vandaag heel erg over die correspondentie. Die brieven die nu echt uitgegeven zijn en op een manier die Huygens volgens mij nooit had kunnen voorzien, maar naar zijn hart moet zijn geweest. We zijn hier vandaag om dat te vieren. Ik moet wel zeggen, ik mocht gastvrouw spelen. Ik dacht eerst een hele eer, maar ook een beetje een vreemde vraag aan mijn adres. Ik ben ook een van de initiatiefnemers geweest van de kanon-enquête die jullie misschien langs hebben zien komen. Het kanongewoel afgelopen maanden in de pers. Een kanon-enquête waar Constantijn Huygens, de media klaagde erover dat er veel dode oude witte mannen nog in stonden. Maar Constantijn Huygens zakt, ik heb het opgeschreven, want ik kan het maar niet onthouden, ik kan het maar niet bevatten, van plaats 21 in 2002 naar 117. Zijn korenbloemen, en echt, jongens, sorry dat ik hiermee begin, 93 naar 512. Sorry daarvoor en sorry dat ik daar het initiatief voor heb genomen. Als straf heb ik een hele ondankbare taak vandaag. Jullie hebben gezien, we hebben een gruwelijk vol programma. Korte lezingen, heel veel fragmenten om Huygens in het zonnetje te zetten. Ik ben hier voornamelijk als tijdsmanager vandaag. Als straf voor wat ik Huygens heb aangedaan, zo zag ik het nu maar zelf.